Oeh. Oh, daar ben je. Oké, maar we hebben nu dus wel echt een ghost event. Waarom kan het altijd een demon zijn? Ik heb het nog nooit gezien in deze hele game. En ik speel het al veel te lang. Let op, ik ga de Ultimate Gaming Pro Move ga ik pullen. Stop dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Vandaag moeten we even serieus zijn. We moeten even een aantal dingen bespreken. Want het is de afgelopen tijd niet zo heel goed gegaan. Eigenlijk de afgelopen tijd één video specifiek. En ik moet eventjes mijn reputatie weer rechtzetten. Want ja, dit was echt verschrikkelijk. Ik weet niet wat er gebeurde. Ik kon amateur kon ik niet halen. Spoilers, ik hoop dat je de video hebt gekeken. Kijk hem anders nog wel. Het is een leuke video. Maar... Het is zo erg. Ik kon gewoon niet de ghost achterhalen in amateur. Dus vandaag ben ik in professional. En ik ga mijn reputatie weer recht trekken. Dit wordt het perfecte potje ooit. We gaan alle objectives gaan we completen. We gaan het gewoon helemaal halen. En zo niet, ja, dan kan ik maar beter stoppen. Dus het is vandaag een alles of niets. Wat heb ik? Oh nee, ik heb nog niks gepakt. Ik pak mijn Storm Flashlight en de IMF. En ook weer de camera, denk ik. En het regent. Ik haal het als het regent. Het is zoveel herrie in deze game gewoon. Ik ben ook trouwens op mijn oude, oh hier, deze kant. Oude vertrouwen Willow. Wat is de regen? Waarom ben je zo luid? Oh ja, onweer. Nee, boos. Dit is niet goed. Ik ben totaal niet vergeten te kijken waar de breaker zit. Want de breaker zit namelijk gewoon hier in de garage. Kijk maar. De breaker zit in de kelder. Dat wist ik. Want ik had gekeken namelijk. Nee, maar even. Ik moet het goed gaan doen, jongens. Ik moet jullie vertrouwen weer terugwinnen. Want waarom zou je anders nog kijken? Hé, de summoning circle. Yo, dat is epic. Dan kunnen we, ja, daar kunnen we wel leuke dingetjes mee doen. Nou goed, eigenlijk moeten we dan nu nog wel de bone vinden. Want ja, als we het toch perfect gaan doen, weet je, hoorde je dat? Ben ik helemaal gek of was hier een praktijkje van een ghost in de buurt toevallig? Kijk, het kan zijn hoor. Ik wil niet zeggen dat spoken bestaan. Hoorde. Ja, ja, ja. Je bent betrapt. Zijn dit fingerprints? Oeh, het is een Interaction 2. Onzin. Onzin. Is er dan hier wat gegooid? Ja, dat zal vast dan hier wel geweest zijn, denk ik. Oké, dan drop ik jou wel eventjes hier. Nou, ik doe wel even deze kant. Ik weet natuurlijk niet zeker of het echt de kamer is. Wacht, laat ik even licht aan doen. Op zich wel leuk voor mijn sanity, denk ik. Deze kamer gaan we dus in de gaten houden. Ik wil wel nog de bone even vinden. Dus we gaan wel het hele huis nog doorzoeken. Want ja, bone is extra stonks. En die stonks, die wil ik wel. Hallo, bone. Oh, je bent niet hier. Nou, het zou dan leuk geweest zijn als we gelijk in de eerste kamer de bone gewoon hadden. Dat was good moments. Ik hoop wel dat ik vandaag een beetje een ghost krijg. Die een beetje meewerkt. Dat het net even wat makkelijker maakt voor me. Dat zou heel lief zijn. Maar ik heb de ghost niet omgekocht. Dus dit is gewoon allemaal eerlijk dit. Het is niet dat er gefraudeerd is. En dat de ghost nu zich goed gaat gedragen voor mij. Dit is echt mijn gameplay. En daar is de bone. Hoe zag ik dat eerst niet? Dat is ook alweer een beetje blind van mij. Maar ik ben blind. Zo is het gewoon. Nou, dan drop ik mijn cam hier wel weer beneden even, denk ik. En dan kunnen we daarna even nieuwe spulletjes gaan halen. Allemaal om deze ghost te onderzoeken. Erg ben ik wel bang, want het is een kelderghost. En kelderghosts zijn nooit leuk. Die zijn altijd steeds verschrikkelijk. Ik bedoel, waarom zou je in een kelder gaan zitten vrijwillig? Ik vind kelders hebben toch altijd zo'n eng gevoel bij zich hangen of zo. Ik weet niet. Nee. Altijd ook in horrorfilms, altijd gebeurt er wat. Of op de zolder, of in de kelder. Het is gewoon, iedereen weet dat. Ik heb al twee objectives. Wacht, een ghost event? What? Huh? Wat was de ghost event? Letterlijk. Ik bedoel, mijn sanity is wel heel erg gedropt, maar ghost event? John, wat heb je... Oké, ik vind het niet erg, weet je. Dit is gewoon een easy objective. Ja, ik weet er geen idee. Laten we voor deze keer even zout en fingerprints. Ik ga even een andere volgorde doen, want dan kunnen we even de objective alvast krijgen. Dat is trouwens helemaal niet slim, want ik weet niet zeker of die nou in de gang of in dat kamertje zit. Dus ik neem wel even een... thermometer en een UV light mee. Ik blijf het raar vinden, die ghost event. Was dat die deur die echt gewoon dicht sloeg als het ware? Die deur ging heel snel dicht, maar dat is toch geen ghost event? Of was het zo'n hijg van een ghost, maar dat ik dan net niet dichtbij genoeg was, dus dat ik hem gewoon niet hoorde? Dat kan ook. Ik weet niet, ik vind het heel raar. Ik denk trouwens niet dat we fingerprints hebben eigenlijk, omdat het op die eerste keer op de deur ook al niet was. We hebben wel freezing. Oeh, ja, echt dikke freezing. Oké, nee, ik geloof je. Maar is dat hier in de gang... Of is dat echt meer in die kamer? Hier is het min 9. Ja, het is wel echt hier gewoon in die hele gang, zeg maar. Het is niet alleen in dat kleine kamertje. Want hier in dat kamertje is het... Hoe warm? 13,9. Oké, ja, het is echt hier in de gang. We zijn helemaal goed. Lekker summoning circle in de ghost room. Uiteraard. Weet je, wie zou dat niet willen? Kijk, dat is de pro move dit, hè. Als er nou fingerprints komt, kan je het gewoon gelijk al zien. De tactics, jongens. De tactics. Dit is waarom ik die pro ben. Die jullie... sommigen van jullie zeggen dat ik ben.
Ja, en toen. Ik denk dat ik gewoon weer even voor de verandering iets anders ga meenemen. Een spiritbox en dots. Gezellig, weet je? We gaan het even anders doen. We gaan gelijk mijn hele sanity verklooien. Nee, dat is het niet. Want sanity zal wel fijn zijn. Maar ik weet niet, ik vind het leuk. Eigenlijk merk ik van mezelf dat ik best wel standaard ben. En elke keer eerst videocam en boekje meeneem. Dus ik dacht, laat ik het eens een keer even iets anders doen. Hebben jullie iets anders om naar te kijken? Leuk toch? Leuk. Geweldig. Trouwens, wat ik gewoon even wil mededelen. Kijk, ik weet niet of ik het inmiddels al heb opgenomen op het moment dat ik dit zeg. Of dat er misschien wel een video zelfs van online is of niet. Dus het is Poppy Playtime Chapter 2 is van vandaag gereleased. En zeg maar, de game zelf kostte gewoon 5 euro. Die heb ik gewoon betaald. Oké, fijn. Maar de chapter 2 kost 8 euro nog wat. Het is een DLC. Het is letterlijk een uitbreiding van de game gewoon. En die is 2 keer zo duur als de hele game zelf. Dat, ik voel een klein beetje best wel scam. Maar ja, ik ga het waarschijnlijk wel doen. Want ik vind het leuk om mezelf te... Dat was de breaker. Eigenlijk wilde ik net het licht uitzetten voor de spearbox. Maar laat dat dan maar de breaker aandoen. Geen gin dus. Oké, cool. Goed om te weten. Where are you? Are you here? Are you close? Are you friendly? Reageer gewoon, ik vind het een beetje eng. Where are you? How old are you? Do you want to hurt us? Oeh. Oh, daar ben je. Oh, gezellig. Waar is mijn fotocam? Dat is te laat. Ouwe. Hij stond bij de trap te campen. Ik vind hem nu al niet leuk. Want dan, als hij je spant een keer... Nee, ik wil weg hier. Stel hij spant bij de trap. Als automatisme ga ik naar boven rennen om uit de kelder te ontsnappen. En dan staat hij daar al met zijn sikkeltje. Grazie, Darry. Oké, maar we hebben nu dus wel echt een ghost event. Is het voorbij? Wat was dit? Hallo? Spook? Waar hou je de onbeleefdheid vandaan om dit op mij te poelen? Wat was dit? Ik was gewoon leuk mijn verhaal aan het doen. Hoezo? Waarom? Ik zag die deur. Die deur glitchte ook helemaal. Hij ging eerst naar buiten toe. Dus ik dacht, hè? Wat is dit nou weer? Wat is er nou aan de hand? Toen ging hij weer terug dicht. En was het een ghosted. Wat? Dit spook, ouwe. Ik wil wel even melden dat mijn sanity heel snel dropt. Dus, ik kan een Yuri zijn. Yuri is ook geen spearbox. Ik heb zo'n gevoel dat het geen spearbox ook was. Want anders had hij best wel even mogen reageren al. Dus we gaan nu de andere dingen bekijken. Ik ga nu gewoon mijn cam meenemen en een boekje. Want ik wil echt niet meer gewoon in die kelder zijn. Ik weet niet. Als hij gewoon helemaal uit zichzelf hunt. Helemaal vanuit de andere kant van het letterlijke huis. Het kan een demon zijn. Het kan een demon? Waarom een demon? Waarom kan het altijd een demon zijn? Echt waar, dit spel. Ik weet niet. Een haat-liefde relatie is het hoor. Oké, zijn we ready? Nee, gaan we dat doen? Zekerste weten. Kom maar op. Ik lust dit spookje helemaal rauw. Oh, ik dacht dat die lichten aan de achterkant weer uitdeed. Oké, kom maar. Ik ben niet bang. Misschien een heel klein beetje, maar dat laten we niet zien. Hebben wij ghost orbs? We hebben geen ghost orbs. We hebben wel ghost orbs. Oké, we hebben daar ghost orbs. Dus ik ga mijn dots ook heel even hier naartoe verplaatsen. En dan het boekje even ernaast. Daar hebben we ghost orbs. Oké, dan ga ik nu naar buiten. Ja, I'm out. Freak you. Ik ben gewoon lekker weg. Wacht, de freezing was helemaal nog op dat trappetje. Dat is niet goed. Oké, ik ga... Nu heb ik mijn lesje geleerd. En ik ga buiten staan. Ik dacht, ik doe mijn verhaal binnen. Want dan heb je niet een luide regen op de achtergrond. Maar dat was John het niet helemaal mee eens. Goed, wij gaan even kijken. Want als het dan ghost orbs is... Kan het nog steeds een Yuri zijn. Het kan geen demon meer zijn. Daar ben ik wel blij mee. Maar voor een Yuri... dan kan het inderdaad nog dots en fingerprints en ghost riding zijn. Denk ik heel eerlijk gezegd dat het dan ghost riding is. Want dots heb ik niet gezien. En dots... Oh, nee. Oh, het moet dots zijn. Oh, voor een Yuri moet het dots zijn. Maar dan kan het ook nog wel een... Oh, het kan ook een Revenant zijn. Dit spel wordt alleen maar beter. We gaan van een Yuri naar een demon naar een Revenant. Fijn. Ik vrees namelijk dat het geen dots is, maar dat het writing is. Ja, echt geweldig. Echt geweldig. Kijk, deze activity ook trouwens. Best wel actief. Laten we dan nu denk ik maar het zout meenemen en een crucifix is ook wel een prima ideetje. Ja, ik ga dat gewoon doen. We gaan gewoon... ik moet iets doen. Ik hou wel de crucifix in mijn hand. Zeg maar gewoon even mijn angst uitstralen. Want dit... Ik vind het niet leuk. Ik vind het echt niet leuk. Ik dacht, misschien gunnen de phasmophobia goden mij wel even. Om eventjes een, weet ik veel, een kalme spirit naar beneden te sturen. Maar dat hebben ze niet gedaan. Hey, ik ben er weer. Welkom in de kelder van je nachtmerries. Voor mij was dat wolkje, maar het glitchte heel raar in mijn scherm of zo. Oké, hier
ga ik ook mijn crucifix droppen. We hebben nog geen ghostwriting. Dat is jammer. Dan plaats ik hier een zoutje, hier een zoutje. En ik denk hier gewoon midden in de summoning circle een zoutje. Dat is een heel sterk plan. En nu heb ik nog foto's? Ik heb nog 2 foto's in mijn fotocam. Oké, dat is genoeg. Dan kunnen we 2 footstepfoto's maken. We kunnen ook nog even dots kijken. Ja, daar gaan we. Snel de UV. Waar, hier heeft hij een voetstap. En waar nog meer? Heb je... Ja, hier ook. Oh, hij loopt grote stappen. Grote stappen. Ja, dat is de breaker. Oh, moet dit nou? Moet ik nou helemaal hier serieus naar het hoekje gaan lopen? Oeh, ik ben bang dat het een revenant is. Zet een revenant grote stappen? Ik bedoel, hij heeft wel van die langzame stappen, zeg maar. Ah, nee, nu zet hij kleine stapjes. Dit zijn echt weer baby stapjes gewoon. We're all good, we're all good. Nou, deze cam hebben we sowieso niet meer nodig. Oh, nog meer voetstappen. Ja, ik ga nog even een dots en een writing extra halen, denk ik. Want wat kan er nog meer zijn? Fingerprints. Ja, maar dat... Ja, dat kan. Maar dat hoop ik niet eigenlijk. Fingerprints, dan is het een hand toe. Dan is hij snel ook nog. Ik heb niet geluisterd toen het een hunt was. Wat voor voetstappen ik hoorde. Hoezo ben ik zo dom? Ik heb gewoon legit niet geluisterd naar de hunt. Ik was zo verbaasd dat ik gewoon helemaal afsloot van de wereld. Nou, nog een dots en nog een boekje dan maar, denk ik. En misschien ga ik straks ook wel een extra cam halen. Die ik dan... de andere kant van de garage. Want de skelder. Dit is zo naar omdat het zo'n L-hoek is. Kan die hier zijn. Maar hij kan ook helemaal hier zijn. Als je snapt wat ik bedoel. Sinds wanneer doet de ghost zo snel de deur dicht? Lijkt zo ontzettend snel. Dat is best... zou dat een event zijn? Ik weet niet of dat een event is. Maar ik weet wel dat ik dat niet echt gewoon eigenlijk nog nooit gezien heb. Ik heb het nog nooit gezien in deze hele game. En ik speel dit al veel te lang. Dat is wel apart. Dat vind ik raar. Oké. Okay, nou, ik ga wel eventjes denk ik hier dan een dots neerzetten. En hier ook een ghost boekje of zo. En de hoop heeft hij hier al iets gedaan? Nee. Even kijken, die fingerprints. Dat zou natuurlijk kunnen op die deur. Niet. Nee, daarom ja, ik denk echt niet dat het fingerprints is. Want dan had hij dat echt wel laten zien, gok ik. Ja, laten we heel even... ik wil nog een andere cam halen. Ja, dat kunnen we wel doen. We kunnen even... Oh, ik schrok. We kunnen nog een tweede cam halen die even op de andere dots neerzetten. En nog een crucifix, denk ik. Dat is ook wel leuk. Hier kunnen we ons ook... Oh ja, wacht, hier had ik net verstopt. Dat is goed om te weten dat daar tenminste een verstopplek is. Alleen, ik weet niet of ik dat red. Als het een revenant is om het halve huis door te redden, dat denk ik namelijk niet. Dat is niet zo'n hele goede tactiek meestal. Ik kan wel nog een centipil nemen. Dus dat doen we ook gewoon zeker. Want ik voel me even een stukje veiliger. We hebben alle objectives. Dus ja, we zijn eigenlijk nog wel vrij goed. Oké, okay, hier. Cam, kunnen we... Oh nee, ik heb het licht aan laten staan. Dus we kunnen sowieso niet even kijken. Nou, dat maakt op zich niet uit. Oh, op avontuur met de 1 musketier. Zo voelt het wel een beetje. Hé, hey, nog een foto van een kat. Wacht. Oh, deze camera kan niet scherp stellen. Kijk hoe... Oh, oké, okay, dit glitchte een beetje. Maar deze kat is wel echt cute. Oh, dit is wel echt... Deze mensen... Wacht, nog een kat en een hond? Wow, het is wel een hele beestenboel hier. Net zoals bij mij thuis. Daar zit ook echt een beestenboel. Sommige mensen weten het niet, maar ik heb 6 katten en vissen en een hamster. En dat, ja, dat is best wel veel. Even kijken, dit zo hier neerzetten. En heb ik nog meer? Oh ja, die crucifix. Even kijken, hebben we hier al ghostwriting toevallig? Nee. Hé, waarom doe jij helemaal niks? Spook, laat eens iets van je zien. En dan niet als in een ghost event of een hunt of zo. Dat zie ik ook nog. Oh, daar ging de deur. Oeh, dan wil ik eigenlijk toch wel heel even kijken naar fingerprints. Als dat eventjes 2 seconden mag. Welke deur was het? Ga je dat vertellen? Of het was niet deze deur, hè, denk ik. Nee, het was deze deur. Ja, het was deze deur. Geen fingerprints. Dank je wel. Dat is het enige wat ik even wilde weten. En dan kunnen we die even ook weer droppen. Lichten uit en terug naar de bus. En oogjes toe. En snaveltje dicht. Of andersom. Snaveltje dicht, oogjes toe. Zo, ik ben buiten gelukkig. Ik weet niet. Ondanks dat het zo regent en stormt, voel ik me buiten veiliger dan binnen. Dat is ook wel logisch. Er is een spook binnen. Letterlijk een spook dat ons wil vermoorden. Nou... En heeft het spook iets te laten zien toevallig? Wel heel veel orbs aan die kant. Maar hier zie ik ook geen orbs. Dus zou dat dan niet betekenen dat hij meer hier zit? Maar dan moet hij toch wel iets doen. Het kan toch niet zijn dat dit spook gewoon nu niks meer gaat laten zien van zichzelf? Ik bedoel, de orbs zijn wel makkelijk. Wat hadden we nog meer? De freezing temperature is ook heel opvallend. Kan het... Nee, het is... Ja, spearbox. We kunnen het nog eventueel 1 keer voor de zekerheid proberen. Maar ja, ik denk echt dat dat het niet is. Een fingerprints dots. Ja, zullen we de spearbox nog een keer proberen dan? Ik weet niet. Wat zou ik meenemen? Ik kan ook niet echt iets meenemen wat het beter gaat maken of zo. Ik neem wel nog een fotocam mee. En, of nee, ik neem wel smudge sticks mee trouwens. Dan kan ik altijd wegrennen, want ik heb daar een spearbox beneden liggen. Moet ik gewoon alleen snel switchen van de items. En dan heb ik mijn smudge stick. Laten we dat proberen. Dan zijn we nog een soort van in ieder geval safe als die gaat hunten. Want ik heb zo'n gevoel dat als ik te lang daar nog beneden ben, dat die gaat hunten. Ik heb ook niet het gevoel dat die crucifixes goed liggen namelijk. Dat ze echt de hele kelder bedekken als het ware. Oké, let's go. Waar ben je? Laten we de ultimate spearbox test doen. Ik drop mijn smudge stick.
hier in de hoop dat ik dat kan zien. Zo niet, dan ben ik echt achterlijk. Where are you? Are you close? Do you want to hurt us? Shall we leave? Are you here? Are you close? Do you want to hurt us? Shall we leave? Zag ik Dots? Ik weet niet of ik Dots zag. Ik weet wel dat ik echt 100% niet voor Spearbox ga. Ik weet niet of dat Dots was. Oh, waarom haal ik mezelf voor dit altijd? Ik denk dat ik ga dan dingen zien die er meestal niet zijn. Maar ik weet niet of dat nou echt Dots was, ja of nee. Oh, ik weet wel dat daar het licht uitgaat. Willen we nog UV checken? I mean, we kunnen het doen. Oké, laten we het heel even doen. Zit hier een... Nee, geen fingerprint. Het is echt geen fingerprint. Geen ghostwriting. En hier ook geen, ghostwriting. Oké, dit is geen fingerprint, zeggen we. Dus het is een Revenant of een Yuri. Goed om te weten. Ja, Dots. Ik zag het. Het is een Yuri. Jongens, ik ben zo pro. Ik had het vanaf het eerste moment in de game. Kalde ik al Yuri. Kijk, dit is goed voor mijn reputatie. Hier doen we het voor. Weet je wat we nu ook gewoon gelijk gaan doen? Heb ik daar een foto... Nee, ik heb daar geen fotocam liggen. Oké, wat ik ga doen? Hold up. We gaan de ultimate... Gaan we dat doen? Het is een Yuri, dus we kunnen het nu wel safe doen, denk ik. Oké, let op. Ik ga de ultimate gaming pro move ga ik poelen. Ik ga een fotocam halen. En nu ga jullie mijn grootste trick laten zien. We gaan nu alles... Het is alles of niets. Alle kaarten op de tafel. Dit komt helemaal goed. Jullie moeten even een beetje vertrouwen bij mij. Oh. En nu ik nog in mezelf. Dat is ook vooral het ding. Ik ga de ultimate trick poelen. Dus we pakken de foto... Ik had wel een foto... Nee, ik had geen fotocam daar liggen. Hoe is mijn sanity? Mijn sanity is... Oké. Even adem in en adem uit. Even tot rust komen. Want dit gaat even wat zweten worden. Ik moet weten waar alle verstopplekken zijn. Kan ik mij ook in een garage verstoppen eventueel? Daar voel ik me meestal toch wel wat veiliger. Oké, dat kan wel. Even kijken. Voor mij kan ik me hier achter... Ja, kan ik me gewoon verstoppen. Oké, dus we kunnen alle kanten op. Garage, woonkamer. Ik denk dat ik dan de woonkamer in ga, dat ik hem ga smutsen. En dat ik dan de garage in ga om te verstoppen. Maar ik moet ook de foto maken. Oh, dit is zo lastig. Oké, ik ga in ieder geval even hier de lichten ook aanzetten in de garage. Zodat ik mijn weg kan vinden. En dan drop ik mijn zaklamp hier. Ja, ik drop mijn zaklamp. Je hebt het goed gehoord. We gaan mijn zaklamp droppen. Ik heb ook al mijn items toegevoegd. Dus is het licht nou uit daar beneden? Dat ben je toch niet? Oeh, nee. Oké, het licht is aan. Het lijkt alleen gewoon zo heel erg. Oké. Oh, wacht. Ik zit te zeggen, ik ga mijn grootste trick poelen, maar het is Summoning Circle, dus ik kan gewoon makkelijk een foto maken. Oké, het maakt niet uit. We gaan het alsnog aanzetten. Dan doen we hier 1, 2, 3, 4, hier gaan we 5. We maken een foto van jouw lelijke kop. We droppen deze. En eigenlijk had ik nu wel graag mijn Strong Flashlight willen hebben. Kom hier, Ghost, kom hier. Volg mij. Even mijn sprint besparen. Kom hier. Geen idee of het al voorbij is. Dit is niet goed. Ik weet het niet. Ik weet het niet hoe erg. Het is een cursed hunt. Dus hoeveel is dat? Heel veel seconden. Ik denk elke keer dat ik hem nog hoor. Meestal gaan er ook wel iets van licht uit of zo. Dat je zeker weet, oh, de hunt is voorbij. Oh, dus mijn flashlight die er aan staat. Ja, alle lichten staan uit. Wauw, het was gewoon mijn flashlight die er nog op scheen. Ik zat gewoon mezelf volledig te pranken. Door mijn eigen actie. Ouwe, dat is zo stupid. Oh, dat is zo, zo dom. Oké, weg hier. I'm all good. Ik zat de hele tijd te wachten totdat ik dat licht op die garagedeur weg zag gaan. En dat was gewoon mijn eigen Storm Flashlight die erop scheen. Bruh, kijk hoe lang... De hunt was letterlijk al 60 seconden voorbij. Ik heb daar zitten scheiden als een mietje. En het was allemaal voor niks. Mijn sanity is eigenlijk ook gelijk 0-0. Heb ik de ghost foto? Ja. Kijk hem daar staan hoor, die engert. Ik heb je. Je bent betrapt. Nou, dan ga ik denk maar weg trouwens. We hebben alle objectives. We hebben de ghost. We hebben de ghost foto. Ik ben een Ultimate Pro. Mijn reputatie is weer heel. Ik hoop dat jullie nog geabonneerd blijven. Of wat doen als je het nog niet hebt. Want dat is wel waar deze hele video uiteindelijk om gaat. Ik moet jullie harten weer winnen. Want dit is... De vorige video was echt een beetje slecht, jongens. Het is dat ik hem wel online heb durven te zetten. Maar niet goed voor mijn zelfvertrouwen. Nou, we hebben ook gewoon... Oeh, dit is goed. Dit is goed. We gaan echt... Echt nog eigenlijk één leveltje. Ja, één level voor de 400. Stel, ik haal nu 200 XP. Volgens mij heb ik dan de level 400. Volgens mij wel. Ik kan niet goed rekenen. 70 van 100. Als ik dan 100, dan zit ik... Ja, als ik nog een potje 200 XP haal, dan ben ik gewoon level 400. Dat is heel epic. Vond je deze video leuk? Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te doen. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk zie ik je allemaal weer bij de volgende video. Joejoe!